Goeie zonnige morgen. Ik ga zo meteen hijjemme doen. En dat is alternatieve islamitische geneeswijze. Heel goed voor je lichaam, heel goed voor je geest en nog zo veel meer voordelen. We hebben elkaar aan de telefoon al zoveel gesproken. Hi. Het ziet er allemaal heel klinisch uit. Echt sneetjes in mijn rug maken. Ja, klopt. En vervolgens afvalstoffen uit mijn bloed pompen. Dat klopt. Ik ga cups op jouw huid zetten. Daardoor trekt je huidvacuüm. En dan komen alle afvalstoffen die tussen je weefsel vastzitten. Die komen naar voren en dan kan het gewone vers bloed kan stromen. Dus dit doen we dan vooral om afvalstoffen uit het bloed te halen. Maar ja. Waarom is dat dan zo belangrijk? Dat is belangrijk, want alles wat jij... Kijk, je bloed, die zorgt dat is het levenssap van jou. Het zorgt ervoor dat alles wat jij inneemt qua zuurstof, dat vervoerd wordt door je hele lichaam. En het zorgt er ook voor dat juist door die doorstroming blijft alles ook goed werken. Is het ook de smeerolie, want het zorgt dat alles goed werkt en soepel blijft. En op het moment dat jij bijvoorbeeld last hebt van je nieren, want die werken niet goed. Dan cup ik op een nierpunt en dan zorgen we dat daar even door de doorbloeding beter wordt. Want ik maak van die krasjes en je lichaam denkt, hey, daar is wat mis, dat moeten we gaan helen. Wij zwengelen het zelfverhelende vermogen van je lichaam aan. En op het moment dat je het lichaam zelf met zichzelf aan de slag gaat. Ik kan bijvoorbeeld cuppen voor één ding. Maar omdat jouw lichaam met zichzelf bezig is, ruimt er een heleboel op. En weet je nou ook al hoeveel cups je bij mij gaat plaatsen? Jij wilt gelukkig zijn, dus bij jou ga ik er, ik denk 4 of 5. Ik heb een hele goede intentie. Ja? Ik heb vanochtend nog een energy healing massage genomen. Ja? En mijn mannelijke energie staat heel hoog. Hmm. En mijn vrouwelijke energie wordt heel erg onderdrukt. Oh jee. Dus ik moet, ja. Ik denk dat ik dan jouw onderrug ga meepakken. Ja, en precies daar waar je net zat, links onderin, heb ik ook last. Maar dat is gewoon echt energie wat eruit moet. Ja, goed. Nou, dat kunnen we doen. Je mag rustig, lekker relaxen. En zoals ik zei, het cup is altijd erger dan de krasjes. Nou. Die voel je, hè? Ja. Ik weet het. Dat is gewoon alsof je zo'n stofzuiger tegen jezelf aanhoudt. Ja. En oh, dat trekt je hele huid, dat is niet leuk. En zeker hoe strakker je in je vel zit, hoe minder leuk het is. Oh, ik heb daar last. Ik weet het. Ja, dat voelde je, hè? Ja. Want je ging er eerst met je vinger overheen. Ja. Ja, daar links heb ik last. Zet hem op de juiste hier plek. Hier valt het reuze mee. Ja, er wordt gewoon onwijs getrokken. Ja. Gewoon, heftig, hè? Ja, het is gewoon echt... Ik heb die cup er het eerst op gezet, dus die zou helemaal donkerrood moeten zijn. Maar moet je kijken, deze is veel roder. Links zeker. Zie je? En die heb ik er zelfs nog later op gedaan, maar die is roder dan die. Dus dat betekent dat hij hier gewoon veel meer vast zit, wat daar los moet komen. Jee! Oh. Wat een vrijheid. En komen de cupjes er straks weer op? Ja. Ik heb alcoholdoekjes. Daar ga ik de plekken mee ontsmetten. Ik denk ook dat de sneetjes misschien minder pijn zullen doen nu. Ja. Omdat... Je huid is door het getrek is die een beetje verdoofd. Ja. Het is niet erg. Daar doet het dan meer pijn op de ruggengraat. Ja, hè? Is het wat gevoeliger? Pijn is een groot woord, het doet geen pijn. Nee. Het is gewoon een
vervelend af voor je van dat is gebeurd. Nou, ik ga de cups terugplaatsen. Ja. Zie je? Is minder erg dan de eerste keer. Het is nu elastischer, lijkt het wel. Ja. En ik hoef ook minder hard te trekken. Je hebt het ergste gehad. Nou, dat vind ik heel erg leuk. De cupping deed inderdaad meer pijn. En even voor de mensen die het woord niet kennen, je zegt subhanallah terwijl je de sneetjes maakt. Ja. Wat betekent het en waarom doe je dat? Ik merk dat ik het fijn vind om dat te zeggen. Het is niet zoals we het in de les hebben geleerd. Maar ik vind het is toch ook iets spiritueels wat je doet. En subhanallah betekent bij de gratie Gods. En ik vind dat iets heel positiefs en iets heel zachts toevoegt aan de behandeling. Ja. Doe je dat ook bij mensen die niet islamitisch zijn? Ja, want ik zeg het. Okay. En ik wens het iemand toe. Ja. En dat. Ik kan ook zeggen bij de gratie Gods. Ik kan ook zeggen, ik wens je heel veel goeds toe. Ik wens je een fijne heling toe. Het betekent allemaal hetzelfde. Het komt op hetzelfde neer. Dus de taal is niet van belang, maar de intentie en de woorden wel. Ik voel wel de kleine wondjes, zeg maar. Ja, hè? Alsof gewoon licht prikkelig. Ja, zoals nu. Je mag 24 uur deze plekken niet wassen, want als je er water op doet, is het niet fijn. Ja. Je mag 24 uur geen seks, geen rood vlees. Dat is ook weer zwaar voor je lichaam. En je lichaam is even bezig. Wees lief voor je lichaam. Ja, veel liefde geven. Heel veel liefde. Als jij zin hebt, en ga op je gevoel af. Als jij zin hebt om straks lekker te gaan joggen, als je daar blij van wordt, doen. Ja. Word je juist blij van een lekker kopje warme chocomelk en je gaat op de bank zitten? Ook doen. Gewoon doen. Ja. Oké. Wees lief voor jezelf. Ja.